Op de HVA verschillen we in vele opzichten van elkaar. Denk hierbij aan leeftijd, geslacht, afkomst, religie, beperkingen en talenten. Sommige studenten vinden gemakkelijk hun weg op het HBO. Maar bij de meesten gaat het allemaal niet vanzelf. Bijvoorbeeld als jij de eerste bent uit jouw familie die gaat studeren. Veel studenten hebben dan ook behoefte aan een docent in wie ze zichzelf kunnen herkennen. Zodat de drempel om vragen te stellen een stuk lager ligt. En daarom het programma Diversiteit en Inclusie. Maar wat is het programma precies en wat kun je er als student mee? Wij vroegen het aan trainees Samir en Vijay. In het traineeship Diversiteit en Inclusie worden trainees met een multiculturele achtergrond opgeleid tot docentenonderzoeker. Inmiddels zijn er al 32 trainees begonnen hier op de HVA, verdeeld over de 7 faculteiten. Als trainee willen we jou als beginnend student zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen hier op de opleiding, om ervoor te zorgen dat jouw studie zo soepel mogelijk verloopt. Wil jij weten wat wij als trainees voor jou kunnen betekenen? Of wil je weten wat het diversiteits- en inclusieprogramma inhoudt? Bekijk dan de hele video.